Hoi, welkom bij de volgende video. Dit is een lange video waarin we het hele examen 2019 VMBO Scheikunde zullen bespreken. Voordat we dit bespreken, moet je het examen zelf gemaakt hebben. Je kunt dit op 3 verschillende manieren doen. Werk met een timer en pak precies de examentijd, 2 uur en 30 minuten extra eventueel voor dyslecten. Maar als je nog niet denkt dat je alle stof beheerst, kun je ook uitgebreid de tijd nemen. Denk dan rustig over de opgaves na, neem je tijd en kijk hoe ver je bent. Ben je nog verder van huis, neem dan uitgebreid de tijd, maar probeer alle opgaven te maken en gebruik daarbij eventueel ook boeken en andere bronnen. Als je klaar bent, kun je deze film verder afspelen en kijken we samen naar je antwoorden. Heel veel succes namens ons allebei, Yvonne en Marcel. Vraag 1. Welke algemene naam is van toepassing op waterstof? Het juiste antwoord hier moet zijn antwoord D, een niet-metaal. Edelgassen staan helemaal rechts in je binas. Dit zijn de gassen neon, helium enzovoort. De halogenen, dat is brom, chloor, dat is groep 17 in binas. De metalen is de hele linkergroep. En het waterstof is het niet-metaal. Antwoord D. Vraag 2. Geef aan de hand van binas een reden voor de ontruiming van het bedrijf. Vermeld daarbij het nummer van de tabel waarop je je antwoord baseert. Noteer je antwoord als binas tabel nummer puntje puntje reden. Dit kun je vinden in binas tabel nummer 40. En daar kun je het onderstaande staat daar waterstof, explosiva, explosief met zuurstof, chloor of fluor. Dus de reden, lekkage van waterstof geeft brandgevaar, explosiegevaar. 2 punten te scoren, 1 voor het nummer, 1 voor de juiste reden. Vraag 3. Welke scheidingsmethode wordt gebruikt bij het verwerken van aardolie tot brandstoffen? Dan gaat het over een scheidingsmethode. En dit is de gefractioneerde destillatie. Dat betekent dus dat er gedestilleerd wordt. Antwoord A. Een stukje leerwerk. Vraag 4. Een voorbeeld van een brandstof is benzine. Geef de naam van 2 andere brandstoffen die uit aardolie kunnen worden verkregen. Hier staat niet vermeld dat je dit in binas kunt vinden. Je behoort dit te weten. Bij twijfel kun je natuurlijk altijd in binas gaan zoeken. Pakken we de binas tabel, dan zie je hier de grote kolom, de destillatiekolom. En daar zie je dat benzine, nafta, kerosine, gasolie en zware destillaten de destillaten zijn die eruit komen. De naam van 2 brandstoffen die eruit kunnen komen, dan kijk je, dan zie je hier rechts de tekeningen die zeggen, staan erbij, dat voor auto's, treinen, vliegtuigen, welke brandstoffen nodig zijn. En dit kan zijn LPG, kerosine, diesel, stookolie en paraffine en kaarsvet zijn ook brandstoffen, wel niet voor voertuigen, maar dat stond in de vraag niet duidelijk vermeld. Ook dat wordt goedgekeurd. 1 punt voor een goed antwoord. Vraag 5. Geef de vergelijking van de volledige verbranding van thiofeen. Wat thiofeen is, je hoeft hem niet te kennen, staat in de tekst C4H4S. Een verbranding betekent ik heb zuurstof nodig. Bij de volledige verbranding van thiofeen ontstaan koolstofdioxide, water en zwaveldioxide. Daarmee heb je alles bekend. Voor de pijl, thiofeen, C4H4S. Er is altijd zuurstof nodig, O2. En na de pijl behoor je te weten koolstofdioxide, CO2, water, H2O en zwaveldioxide, SO2. Vervolgens ga je hem kloppend maken, waarbij de O als laatste doet. Kijken we, 4 C'tjes, zet ik hier een 4 voor, dus ook 4 C'tjes. Dan heb ik 4 H'tjes, hier H2, moet ik er 2 voor zetten, heb ik ook 4 H'tjes. 1 S, blijft 1 S. Daarna tel ik mijn zuurstoffen aan de rechterkant van de pijl, de rest heb ik al kloppend. 2, en 2 keer 1 is 4, en 4 keer 2 is 8, 8 en 4 maakt 12, dus 6 O2'tjes. En ik heb alles kloppend. 3 punten te verdienen. En dit staat in het correctiemodel. Uitsluitend C4H4S en O2 voor de palenpunt.
uitsluitend CO2, H2O en SO2 na de pijl een punt. Dus mocht je het niet uitkomen, probeer dit dan op te schrijven. Je hebt toch 2 punten. En voor het kloppend maken verdien je het 3e punt. Vraag 6. Welke van de onderstaande zuren kan in het milieu uit de verbrandingsproducten van thiofeen ontstaan? Dit moet zijn antwoord D, zwavelzuur. Thiofeen bevat zwavel, een S. Salpeterzuur HNO3 zit geen S in. Waterstofchloride HCl zit geen S in. Waterstofperoxide H2O2 zit geen S in. En zwavelzuur ken je als H2SO4. En daar heb je de S. Dus antwoord 6, vraag 6, antwoord D. Vraag 7. Welke gegevens ontbreken in de vergelijking van reactie 1? Dat betekent, deze reactie is bijna kloppend. Alleen hier ontbreekt nog wat. 6 mogelijkheden deze keer, waarbij antwoord C de juiste is. Antwoord C, 2H2. Tel ik hier 6, 7, 8 haartjes. Hier heb ik er 4. Daar heb ik er nog 4 over. En die kan ik weergeven in de vorm van 2H2. Waterstof als molecuul komt voor in een tweetje. Klaartje fietst nooit in haar onderbroek. En ik heb er 4 nodig, dus 2H2. Antwoord C, het juiste antwoord. Vraag 8. Geef de rationele naam van H2S. H2S is een molecuul, dus geen zout. Dus we spreken de 2 ook uit. En daarmee komt het goede antwoord. Die waterstof monosulfide. Die en mono zijn tussen haakjes gezet. Dus het antwoord waterstofsulfide wordt ook goedgekeurd. En mono wordt ook niet zo vaak gezegd. Meestal wordt gezegd die waterstofsulfide. 1 punt voor het goede antwoord. Vraag 9. Bereken hoeveel kilogram zwavel maximaal kan ontstaan uit 15 kilogram thiofeen. Daarvoor heb je een aantal gegevens nodig. In uutjes uitrekenen thiofeen, C4H4S. Dat is dus 4 keer 12 is 48. 4 keer 1 is 4. En de S staat in Binas laatste bladzijde als 32,1. In totaal 84,1 U. Zwavel is er maar eentje. 32,1 U. In verhouding dus 84 staat er 32. 15 kilogram thiofeen. Dat houdt in. In verhouding 15 thiofeen, uutjes van zwavel minder, en heb ik 5,7. 84,1 gedeeld door 84 keer 15, 32 gedeeld door 84 keer 15. Hieronder zie je de berekening. 5,7 kilogram is het juiste antwoord. 1 punt voor het berekenen van de massa van thiofeen en zwavel, het eerste gedeelte. En 1 punt als je dit in verhouding juist doorrekent tot 5,7 kilogram. Vraag 10. Van welke stoffen is de lijn in het diagram van Jan onjuist? Neem onderstaande tabel over en kies steeds uit juist of onjuist. Een pittige opgave. Kijk even, H2S. H2S wordt als juist gegeven. Dat betekent, dit is het aantal moleculen H2S wat afneemt. En wat eindigt op 0. De eerstvolgende, H2O, heb ik een bepaalde, begin ik ook op 0. Dat klopt, dat ontstaat bij de reactie. Alleen je ziet dat er net zoveel H2O-moleculen ontstaan als dat er H2S-moleculen zijn. Deze lijn is dus niet juist. Die moet op de hoogte van de S liggen. Van de S en van het beginpunt van de H2S. Dus op deze hoogte had de lijn moeten liggen, onjuist. De tweede, O2. Wat klopt is dat de helft van O2 verdwijnt ten opzichte van H2S. De helft verdwijnt. Maar wat niet klopt, een instinker in het examen, staat dat alle beginstoffen volledig worden omgezet. Dat is bij O2 niet het geval. Er blijft veel over.
Ook dat antwoord is dus onjuist. Als laatste zwavel, S. In de reactievergelijking, net zoveel S ontstaat als H2S aanwezig was. Dus de S die ontstaat gaat tot dezelfde hoogte als dat H2S begon. Dat klopt. Onjuist, onjuist, juist. Hiervoor krijg je 2 punten als je ze alle 3 goed hebt. 1 punt als je er 2 goed hebt. En als je er eentje goed hebt, helaas, dan ook 0 punten voor deze vraag. Vraag 11. Een stof die gebruikt wordt als stikstofbron is ammoniumnitraat. Geef de formule van ammoniumnitraat. Als eerste moet je herkennen dat dit een zout is. We hebben het ammonium-ion en het nitraat-ion. Deze behoor je te kennen. Ammonium NH4+, nitraat NO3-. Weet je niet meer precies hoe de ionen in elkaar zitten? Twijfel je bijvoorbeeld NO3-, NO4-, NO3-2-? Kijk dan in BINAS tabel 35, de zoute tabel, en dan hoop ik dat je de juiste ionen herkent. Ammoniumnitraat, NH4NO3, plus en min, in verhouding 1 op 1, wordt dus NH4NO3, zonder haakjes of extra cijfertjes. Belangrijk dat je bij je eindantwoord niet meer de plus en min schrijft. Ze zijn er wel, maar in een zout schrijf je dat niet op. NH4NO3 voor 2 punten. Vraag 12. Superfosfaat is een kunstmest die de atoomsoort fosfor bevat. Deze kunstmest bestaat onder andere uit calcium diwaterstoffosfaat. Dat is opgebouwd uit calciumionen en diwaterstoffosfaationen. Wat is de formule van het diwaterstoffosfaat? Diwaterstof, 2 haatjes. Fosfaat, PO4. H2PO4. Dit heeft een minlading, H2PO4. Antwoord A is goed. Dit kun je weten, of omdat je weet, PO4 3-, is het fosfaation. 2 H plusjes erbij, blijft er nog 1 min over. Of je hebt 2 keer het diwaterstoffosfaation. En dat compenseert 1 calcium 2+. Dus per diwaterstoffosfaat heb je 1 min. 2 manieren om aan het juiste antwoord A te komen. Vraag 13. Wat is de notatie van de oplosbare zinkdeeltjes die in Pocon universeel plantvoedsel aanwezig zijn? We gaan op zoek naar zink. Zink is Zn, Sn is tin. Zink is Zn. Het zijn oplosbare deeltjes. Het metaal zink lost niet op. Dan hebben we het over de zinkionen die oplossen. En dan, daarmee moet het dus een lading bevatten. Zink is 2+. Antwoord D, Zn 2+. Het oplosbare zinkdeeltje. Vraag 14. Bereken hoeveel gram kaliumionen aanwezig zijn in het flesje Pocon. Gebruik hierbij ook de informatie op het etiket. Lastige vraag. 2 teksten ter beschikking. Als eerste. Het inhoud van een pak Pocon is 710 gram. Kun je hier vinden. 710 gram. Je zult moeten uitrekenen hoeveel K2O daarin zit. Want dat bevat het kalium. 7% is K2O. Dus 7% van 710. 7/100ste van 710. Ik heb 49,7 gram K2O aanwezig. De tweede berekening. Hoeveel kalium zit daarin? Dus hoeveel K? Dan moet ik als eerste uitrekenen. Wat is het massapercentage kalium, K, in K2O? In uurtjes. K2O 2 keer 39,1. Dat is kalium. Plus de 16 van zuurstof, de O, maakt 94,2. Hoeveel kalium zit daarin? Er zitten 2 kaliums in, 2 keer de K, van 39,1 is 78,2. Dus het massapercentage kalium in K2O is 78,2 U, kalium, gedeeld door 94,2, het K2O. Keer 100% is 83%. Ik weet nu dus dat 83% van mijn 49,7 gram kalium is.
83%, 83 van de 100, keer 49,7 gram. Dat betekent 41 gram. Een lastige opgave voor 3 punten. Iedere deelstap levert je 1 punt op. Ook hier geldt, kom je niet verder, schrijf wel op wat je weet. Als je alleen dit opschrijft, toch een punt verdient. Kun je alleen het massapercentage berekenen, toch een punt verdient. Opgave 15. Welk deeltje reageert in reactie 1 als base? Lastige opgave. Er staat namelijk welk deeltje reageert. Dus moet het een deeltje zijn voor de pijl. We kennen OH- wel als base, maar die staat na de pijl. Voor de pijl heb ik H2O en K2O. H2O is water, K2O kaliumoxide. Als je het woordje zegt, hoor je misschien wel, oxide is ook één van de vier bazen die je kent, O2-. K2O is twee keer een K+, en O2-. K2O, antwoord C, is het juiste antwoord, dat deeltje reageert als base. Vraag 16. Wordt bij het optreden van reactie 1 de pH van de vloeistof hoger, lager of blijft deze gelijk? Na de reactie ontstaat 2 keer zoveel OH-. Dit is een sterke base en er ontstaat veel OH-. De pH, als er meer base wordt toegevoegd of ontstaat, wordt hoger. Gaat richting 14, stijgt boven de 7 uit. Antwoord C, de pH wordt hoger, want er ontstaat OH-. Vraag 17. Wat is de notatie van azijn? Azijn, HAC, dan zou nog steeds antwoord A en B goed kunnen zijn, maar hier is duidelijk te zien dat het azijn opgelost is. Er zit 4 gram in 100 ml water. Een oplossing van een zuur schrijven we uit elkaar, dus het goede antwoord B, H+ en AC-. Het zuurdeeltje en zijn zuurrestion. Vraag 18. Laat door middel van een berekening zien dat azijn, die 46,0 mg azijnzuur per milliliter bevat, voldoet aan de warewet. De warewet zegt 4 gram per 100 milliliter. En de vraag is 46 mg per milliliter meer of minder? Kijk even mee. 46 mg per milliliter is dus gelijk aan 4600 mg per 100 milliliter. Het eindvolume. 4600 milligram delen door 1000 is 4,6 gram. 3 nullen verdwijnen. 4,6 gram in 100 milliliter is dus meer dan de 4 gram per 100 milliliter. En ja, de azijn voldoet dus aan de warewet. Opgave 19. Geef de naam van het negatief geladen deeltje in natronloog. Als je niet weet wat natronloog is, hebben we een Binas-tabel, naamgeving chemische stoffen. Natronloog is een triviale naam en hier staat dat het een oplossing is van natriumhydroxide in water. En natriumhydroxide, het negatief geladen deeltje, is het hydroxide-ion. Let goed op, dit komt nog vaker terug dit examen. Ze vragen de naam en niet de formule. 1 punt voor het hydroxide-ion. 0 punten als je OH- had opgeschreven, wat chemisch wel correct is. Vraag 20. Bereken met de gegevens van Henk en Ahmed hoeveel milligram azijnzuur de onderzochte schoonmaakazijn per milliliter bevat. Hier zie je al een verhoudingstabelletje. De verhouding tussen het azijnzuur en het schoonmaakazijn, 16,95 staat tot 11,64. Is een verhouding van 1,456. Die verhouding keer de 60 mg per milliliter levert 87 mg op. Het juiste antwoord. Voor sommigen zal het makkelijker zijn om de verhoudingstabel op deze manier op te schrijven en kruislinks te vermenigvuldigen. Als dit de verhouding is, 60 keer 16,95 deelt door 11,64 levert, en hier komt dan ook uit, 87 milligram. 2 punten. 1 voor het zien van de verhouding
1 voor het doorrekenen met 60. De verhoudingstabel met het juiste antwoord levert dus ook 2 punten op. Vraag, kleine extra opletten, significantie. Heel verraderlijk in deze opgave. Er staat hier 60 milligram per milliliter. 2 cijfers nauwkeurig. Ook al staat hier 11,64, 4 cijfers nauwkeurig. Je antwoord moet je dus ook geven in de meest onnauwkeurige notatie. 60, 2 cijfers. Dus is het antwoord 87. Een antwoord als zijnde 87,14 kost je een punt. Je mag er maar eentje naast zitten. 87, 2 cijfers nauwkeurig, net als de 60. Dan vraag 21. In de tabel op bladzijde 8 ontbreekt nog de hoeveelheid toegevoegde natronloog van de proef met tafelazijn. Om deze te bepalen zijn 2 gegevens nodig. Oftewel, hier staat nog 1 getalletje. In welke 2 stappen van het stappenplan worden deze gegevens verkregen? Hier staat het stappenplan. En wat je ziet, is dat bij stap 5 de massa van het druppelflesje met natronloog wordt bepaald. En in 7 wordt het druppelflesje met wat er over is nog een keer gewogen. Het verschil tussen die 2 geeft de hoeveelheid natronloog aan. Dit zijn dus stap 5 en stap 7. En het verschil tussen 5 en 7 is de juiste hoeveelheid natronloog die hier gebruikt is. Vraag 22. Dezelfde Henk en Ahmed berekenen vervolgens dat de onderzochte tafelazijn 46 milligram azijnzuur per milliliter bevat. Hoeveel natronloog is toegevoegd bij de proef? Meerkeuzevraag A, B, C, D, E, waarbij het goede antwoord E minder dan 11,64 gram is. Want uit vraag 20, laat het 2 vragen terug even, blijkt dat je 87 milligram azijnzuur zit in schoonmaakazijn. Uit deze vraag blijkt dat er maar 46 milligram in de tafelazijn zit. Dat is minder. Voor de 87 milligram was 11,64 nodig. Omdat dit lager is, is hier dus minder voor nodig. E is het juiste antwoord. Minder dan 11,64 gram. Ook bij deze opgave is het belangrijk dat je goed kijkt en leert redeneren. Dat je soms informatie uit vorige opgaven nodig kunt hebben. Opgave 23. Henk en Ahmed voeren hun onderzoek nogmaals uit, maar gebruiken nu methylrood als indicator. Ze voegen natronloog toe, totdat de kleur van de indicator in de LMI verandert. Is de hoeveelheid toegevoegde natronloog nu meer of minder, of is deze gelijk aan die bij de titratie waarbij phenolphthalein is gebruikt? Maak gebruik van Binas tabel 36. Die zie je hier. Het antwoord moet zijn A, minder. Kijk je naar phenolphthalein, dan staat die hier met een omslagpunt wat bij 9 zit. En heb je als eerste de indicator methylrood. Methylrood, dat is hier. Zie je de omslag al bij pH 6. Dat is dus eerder. Je begint zuur. En eerder heb ik hier een omslag dan dat ik hem hier heb. Dus heb ik minder nodig. Dan wel vraag 24. Henk en Ahmed hadden hun onderzoek ook anders kunnen uitvoeren, namelijk met een titratieopstelling. Dan hebben ze geen weegschaal nodig om de natronloog te wegen. Ook kan in plaats van een druppelflesje een ander voorwerp gebruikt worden. Dit hebben wij op school vaak geoefend. We hebben nooit met massa's gedaan. Titreren doen wij met een buret. Antwoord A is dus het juiste antwoord. Vraag 25. Nieuw onderwerp, de ammoniakcentrale. Geef de naam van een andere fossiele brandstof dan aardgas. We kennen 3 fossiele brandstoffen. We hebben aardolie, de vloeistof, steenkool, de vaste stof of aardgas. Koks, een variant op steenkool, wordt ook goedgekeurd. Maar de meeste zullen aardolie of steenkool. Een stukje leerwerk waarin we verder niet kunnen helpen. Vraag 26. Bij de volledige verbranding van aardgas ontstaat een stof die ook ontstaat bij de volledige verbranding van ammoniak. Geef de formule van deze stof. Dus als ik aardgas, C'tjes, H'tjes verbrand, krijg ik dezelfde stof als dat ik ammoniak verbrand.
een N en haartjes. De overeenkomst is de haartjes. Als ik haartjes verbrand, krijg ik H2O. De formule van de stof, dus H2O. Je waterschijf, 0 punten. Aardgas C'tjes levert ook CO2. Ammoniak N levert ook NO2. Dat is niet dezelfde, maar de haartjes bij verbranding leveren H2O. Vraag 27. Geef de reactievergelijking voor de vorming van ammoniak in regel 1 en 2. Regel 1 en 2. Ammoniak kan worden geproduceerd door reactie van stikstof met waterstof. Dus ik heb stikstof en waterstof voor de pijl, ammoniak na de pijl. Stikstof en 2, denk weer aan Klaartje fiets, nooit in waterstof haar onderbroek. N2 en H2. En na de pijl NH3, ammoniak. Kloppend maken. 2 keer 3 is 6. Dus 3 keer 2 is ook 6. En dan staat er ook automatisch N2 en 2. 3 punten. 1 punt voor N2H2. 1 punt voor NH3. En 1 punt voor het kloppend maken. Snap je er niks van? Dan schrijf je alleen pijltje NH3 op. Heb je dus toch 1 punt. 28. In enkele ruimtes vindt zowel een scheiding als een reactie plaats. Maar in één van de ruimtes vindt alleen een scheiding plaats. Welke is dit? Gaan we kijken. Lucht wordt gescheiden in stikstof en zuurstof. Dus antwoord A is direct het goede antwoord. Antwoord A, ruimte 1. Lucht wordt uit elkaar gehaald in stikstof en zuurstof. Vraag 29. Uit ruimte 1 wordt een gasmengsel geleid, hier vandaan. Geeft de naam van het hoofdbestanddeel van gasmengsel A. Als we lucht hebben en de stikstof verdwijnt, dan blijft de zuurstof over. Ook hier weer geldt, heel belangrijk, schrijf je O2 op 0 punten. Dit had je dit examen 4 punten kunnen kosten. Let daar dus goed op. Zuurstof is het goede antwoord. Gasmengsel A. Vraag 30. Geef de formule van stof X die ontstaat bij het proces in ruimte 2. Ruimte 2, dan lezen we, dat is de ontleding van water in waterstof en zuurstof is het goede antwoord. H2O wordt H2 en O2. Zuurstof is het goede antwoord. Hier, deze keer vragen ze de formule. Dus moet ik O2, vraag 29 en 30, hetzelfde antwoord, toch moet je iets anders opschrijven. Hier wordt verwacht O2. Vraag 31. Ammoniak wordt vloeibaar gemaakt en opgeslagen. Neem onderstaande tabel over en geef aan of de genoemde gegevens wel of niet veranderen wanneer een bepaalde hoeveelheid ammoniakgas wordt omgezet tot een vloeistof. Ik ga een gas dus omzetten in een vloeistof. Verandert dan het aantal moleculen? Nee. Het aantal moleculen blijft gelijk. De afstand tussen moleculen verandert wel. Die komen veel dichter bij elkaar. Het volume wordt veel kleiner. De massa verandert ook niet. Dit omdat het aantal moleculen gelijk blijft. Eén molecuul heeft een massa, dus net zoveel, heel veel moleculen, hebben dezelfde massa. De massa verandert niet. Het volume, dat verandert wel. Want van een gas naar een vloeistof wordt het volume vele malen kleiner. Weer een bijzondere rekening van punten. 4 juist 2 punten. 2 of 3 goede 1 punt. En 1 of minder, helaas 0 punten. Opgave 32. Maak de reactievergelijking kloppend. Deze keer een behoorlijke lastige. Kijk even mee, het antwoord staat hier meteen beneden al. De O2 hoef je niet te veranderen, die blijft gelijk. Wat je ziet is dat deze twee N'tjes, 4 keer N2, dus gelijk is aan die plus die. Dan moeten dezelfde coëfficiënten zijn. 4, 4, 4. Als je dan nog over hebt, is H2O waar je 6 van nodig hebt. Het is best wel puzzelen, maar kijk even of het klopt. 4N is 4, plus 4 is 8. 4N2 is ook 8. 4 keer 3 is 12 H's. 6 keer 2, 12 H's. En 4 O's plus 2 is 6, is 6 H2O. Vraag 33. De reactieproducten van deze behandeling van gasmengsel C kunnen mogelijk worden gescheiden en teruggeleid naar verschillende ruimtes. Welke ruimtes zijn dat? En maak gebruik van het blokschema op bladzijde 10. Dat staat hier vermeld. Kijk even mee. Gasmengsel B
lucht. Dat bevat zuurstof en stikstof. De zuurstof wordt gebruikt voor de verbranding van ammoniak, dus heb ik stikstof over. Stikstof zou terug kunnen in 3. Gasmengsel C, dat is deze. Daar heb ik dus een overschot aan stikstof, dat is niet gebruikt. Verbrand ammoniak. Dit ammoniak wordt verbrand. En dan krijg ik daarbij, als ik de haartjes verbrand, water. Het water kan ik hergebruiken in 2. Goede antwoord is dus ruimte 2 en ruimte 3. Overmaat stikstof en het verbrandingsproduct water. 2 en 3. 2 en 3, antwoord A is het juiste. Vraag 34. Nieuw onderwerp. De geest van Alanin. De gebruikte vloeistof is een oplossing. Dan zijn we op zoek naar enkele eigenschappen. Is een oplossing altijd kleurloos? Nee. Ranja, mooi voorbeeld van een gekleurde oplossing. Bevat een oplossing altijd water? Nee, vaak wel, maar ook in alcohol kun je stoffen oplossen. Bijvoorbeeld kamfer. Is een oplossing altijd helder? Ja, anders hebben we een suspensie of een emulsie. 3, goed, 2 punten. 2 goed, 1 punt en anders 0. Vraag 35. De gebruikte oplossing heeft een gehalte waterstofperoxide van 15 volumeprocent. Bereken hoeveel milliliter waterperoxide de toverlamp bevat. Kijken we naar de opgave, zien we dat we 50 milliliter hadden, waarvan 15%, dus 1500ste, 15% van 50 milliliter. Het juiste antwoord is dan ook 7,5 milliliter. 7,5. De milliliter staat tussen haakjes. Als bij een vraag al gesteld wordt hoeveel milliliter, hoef je de eenheid er niet bij te zetten. Zeer streng advies van Yvonne en mij om het wel te doen. Hij zal ook niet fout gerekend worden als je hem er niet bij zet. Maar omdat hij in de vraag al staat, formeel hoeft hij hem bij het antwoord niet bij te zetten. Opgave 36. Geef de formule van mangaan 4-oxide. Wat je moet weten, bijna ieder examen terug, oxide is O2-. Altijd. Mangaan 4, dat betekent dat ik het mangaan 4 plus deeltje heb. Oxide is 2 min. Ik heb dus 2 oxides nodig voor 1 mangaandeeltje. De formule is dan ook MnO2. 2 keer de 2 min is 4 min. Geeft mangaan Mn4 plus. Deze stof noemen we ook wel bruinsteen. 37. Geeft de vergelijking van ontleding van waterstofperoxide. Kijk je in de tekst. Ontleding van waterstofperoxide tot water en zuurstof. Er staat niet heel nadrukkelijk waterstof. Water en zuurstof. Peroxide, H2O2, ontleding, één stof voor de pijl, tot water en zuurstof, H2O en O2. Kloppend maken. 2H2O is 4, 2H2 is 4, 2 keer 2 is 4 O'tjes. 2, 3, 4 oortjes. 3 punten. Ook hier weer 1 voor de pijl, 1 na de pijl. En alle cijfers in de juiste hoeveelheid, in de grootte, een extra punt. 3 punten. Opgave 38. Water ondergaat na het openen van het deksel achtereenvolgens 2 faseovergangen. Geef de namen van deze faseovergangen. Je leest: er ontstaat waterdamp. En buiten de toverlamp ontstaat de wolk doordat de waterdamp weer afkoelt. Wat je behoort te weten is dat het ontstaan van waterdamp het verdampen is en het weer afkoelen is het condenseren. 2 punten. Vraag 39. Op een bepaald moment stopt de ontleding. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? A. Er is geen mangaanoxide meer. Dat kan niet juist zijn. Dat is een katalysator die wordt niet verbruikt. Met de reactie is dus nog steeds aanwezig. Er is geen waterstofperoxide meer. Dat klopt. Dat kan op zijn. Er is waterdamp ontsnapt. Dat is een product. Dat maakt niet uit. Er is zuurstof ontstaan. Klopt. Dat is ook een product. Maakt ook niet uit. Antwoord B. Er is geen waterstofperoxide, oftewel uitgangsstof meer. Voor 1 punt. Opgave 40. Een leerling trekt na afloop van beide proeven een aantal conclusies.
Kijk even mee. Conclusie 1. De hoeveelheid katalysator heeft invloed op de totale hoeveelheid zuurstof die vrijkomt. Dat is niet juist. Hoe meer katalysator wordt toegevoegd, hoe sneller de reactie is afgelopen. Dat is wel juist. Meer katalysator versnelt de reactie. En 3. Tijdens de proef neemt de reactiesnelheid af. Dat is ook juist. De uitgangsstof verdwijnt. De concentratie neemt dus af. Dus ook de snelheid. 3 goed voor 2 punten. 2 goed voor 1 punt. Opgave 41. Bij het blussen van een brand worden verbrandingsvoorwaarden weggenomen. Geef de 3 verbrandingsvoorwaarden. Een opgave die je eigenlijk niet fout mag hebben. De branddriehoek bestaat uit brandstof. Er moet iets branden. Zuurstof, altijd nodig bij een verbranding. Er staat duidelijk in het correctiemodel, lucht wordt ook goedgekeurd. Daar zit zuurstof in. En een bepaalde ontbrandingstemperatuur. Of een temperatuur hoog genoeg om de stof te laten verbranden. Brandstof en zuurstof samen levert je 1 punt op. En als je ontbrandingstemperatuur, niet te verwarren met warmte, dat zegt niets. Ontbrandingstemperatuur levert je het extra punt op. 2 punten voor opgave 41. Opgave 42. Aan bluswater worden soms stoffen toegevoegd die schuim veroorzaken. Waaruit bestaat dit schuim? Schuim, moet je weten, is een gas wat fijn verdeeld is in een vloeistof. Als je erover nadenkt en in een bad zit, heel logisch. Opgave 43. Bij brand komt warmte vrij, waardoor woedsmetaal, hier uitgelegd, zal smelten. Welk van de onderstaande diagrammen geeft het temperatuurverloop bij het smelten van woedsmetaal weer? Een lastige opgave, omdat duidelijk is dat woedsmetaal een legering is, dus een mengsel. Echter staat er, het heeft een smeltpunt van 341 Kelvin. Dus een horizontale lijn. Dan blijven alleen diagram 1 en 2 over, daar heb je de horizontale lijn. Maar de stof wordt verwarmd, dus de temperatuur komt van beneden. En antwoord A is dan ook het juiste antwoord. 1 punt, opgave 43. Opgave 44. Een bepaalde smeltzekering van woedsmetaal bevat 0,48 gram lood. Bereken de totale massa van deze smeltzekering. Hier wordt dus gezegd dat 0,48 gram lood is 25 massaprocent van het totaal. Wat is dan 100% wordt gevraagd? 100% ten opzichte van 25, 100 gedeeld door 25, keer 0,48 gram, want dat was de hoeveelheid lood. Kom je uit op een antwoord van 1,9. Ook hier tussen haakjes gram, omdat in de vraag al staat hoeveel gram. Hoef je het niet te vermelden, streng advies, wel de eenheid erbij zetten. Fout, dan wordt hij niet fout gekeurd. 1,9 gram, het juiste antwoord. Opgave 45. Bevat woedsmetaal meer of minder tinatomen dan cadmiumatomen, of zijn dit er evenveel? En ook weer een instinker. Massapercentage is gelijk van tin en cadmium. Maar omdat cadmium minder per atoom minder weegt, een kleinere u, zitten er dus meer in als de massa gelijk is. Per deeltje weegt het minder. Dus zitten er meer deeltjes in om aan dezelfde massa te komen. Dat betekent dat ik dus minder tinatomen heb dan cadmium. Want tin heeft een hogere atoommassa. Allebei 12,5%. Opgave 45 voor 1 punt. Opgave 46. Een sprinkler is veiliger wanneer de smeltzekering bestaat uit woedsmetaal dan dat deze bestaat uit zuiver bismut. Leg dit uit met behulp van gegevens uit tabel 1... en de daarbij behorende tekst. Hier heb je tabel 1 met de tekst. En daar staat dat het smeltpunt van woedsmetaal 341 Kelvin is. Zuiver bismut heeft een smeltpunt van 544 Kelvin. Dit is een stuk hoger, waardoor de sprinklerinstallatie dus pas later bij een hogere temperatuur aan zal springen. 2 punten te verdienen. Zoek de vergelijking tussen de twee smeltpunten. 341 Kelvin en 544 Kelvin. En leg de juiste conclusie. Het woedsmetaal smelt eerder. En het blussen zal dus bij een lagere temperatuur beginnen. Voor het tweede extra punt. Ten slotte de laatste opgave.
47. Welke kleur heeft een glazen smeltzekering die bij dezelfde temperatuur smelt als het woedsmetaal? 341 Kelvin. Kijk in het tabelletje, staan hier de antwoorden in graden Celsius en dit is Kelvin. Deze moet je dus omrekenen. Dit kan met tabel 1 van je BINAS. En daarin staat dat 273 Kelvin gelijk is aan 0 graden Celsius. Dus 341 Kelvin, daarvan afhalen 273, levert 68 graden Celsius. Dit staat precies in de tabel 68 en de kleur zal dus rood zijn. Antwoord B. Dit was de laatste opgave. Je kunt nu al die punten bij elkaar optellen en zie hier je resultaat. Kijk even hoeveel punten je hebt. Er waren maximaal 66 punten te verdienen en wij hopen natuurlijk dat je geslaagd bent. Veel succes!